Wat ontzettend leuk dat je mijn boek gekocht hebt, dankjewel. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Misschien heb je het al uit, misschien ben je nog bezig. Maar met dit filmpje ga ik je in ieder geval verder helpen. En ook met de cursussen die er nog aan gaan komen. Want met alleen lezen ben je er niet, helaas. Om echt iets te veranderen en om blijvend verbetering in je leven aan te brengen, zul je van alles moeten doen. En EFT is daar een fantastisch hulpmiddel bij. EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. En dat is een kloptechniek waarbij je klopt op verschillende punten op je lichaam en op je gezicht. Waarbij je focust op wat je voelt terwijl je bepaalde dingen zegt. En want we denken vaak wel, weet je wel, we zeggen vaak wel, ja, ik voel me onzeker of ik voel me bang, maar het begint hier. Als je last hebt van angst of van stress of negatieve emoties, heb je last van je hoofd. Het begint met de mind. En de uitgang is het voelen. Dan ga ik nu uitleggen op welke punten je klopt. Je klopt altijd in dezelfde volgorde. En het allereerste punt waar je mee begint, dat is dit punt. Het karatepunt, zijkant van je hand. Zijkant van de palm van je hand, onder je pink. En daar klop je op met 4 vingers. Het volgende punt is bovenop je hoofd. In het midden van je hoofd is je fontanel. Hier zit je kruin. En daartussen klop je met een vlakke hand. En je klopt altijd een keertje of 5 of zo. Gewoon een paar keer. Het volgende punt is hier. Begin van je wenkbrauw. Doe dat met 2 handen. Met 1 vinger en 2 handen, of 2 vingers en 2 handen. En dan klop je hier. Dan naast je oog, hier heb je je oogkas, de rand van je oogkas. En daar klop je op. Dus echt zo hier bij dat puntje van je oog en daarnaast. Je voelt het heel snel waar je moet zijn. Dan gaan we naar onder het oog, midden onder je oog. Ook weer de rand van je oogkas, daar klop je op. Hier onder je neus. Dan gaan we naar het kaaltje van je kin. Daar klop je ook op. Sleutelbeen. Je hebt hier dat potje van je sleutelbeen. Daaronder zit een kuiltje. Als je daar zo met een vuist zo klopt, dan heb je hem ook te pakken. En het laatste punt is hier. Zo ter hoogte van je borst op je BH-band. En daar klop je op je romp. Waarom klop je op deze punten? Dit zijn belangrijke meridiaanpunten. Dus in je lichaam lopen allemaal meridianen, dat zijn energiebanen. En deze punten die behandelen we tijdens EFT. Tijdens het kloppen benoem je wat je voelt. Stel je bent verdrietig of je hebt stress of je bent bang. Dan zeg je wat je voelt. Niet wat je denkt over wat je voelt. Dus EFT werkt, maar het komt heel nauw. Dus je moet het goed doen. Ik ga het ook proberen heel goed uit te leggen. Bijvoorbeeld, laten we stress nemen. Je voelt met je lijf waar de stress zit. Zit die in je buik? Zit die in je borst? Zit hier in je maag, soms zit het in je keel. En je voelt de stress. Je gaat niet nadenken over waar die door is ontstaan. Je gaat ook niet denken wat je ervan vindt of dat je ervan af moet. Of dat je je schaamt voor je stress. Je voelt je stress. Bijvoorbeeld bij de bakker en iemand zei iets onaardigs tegen je. Of het moment dat je je bankrekening ziet en je ziet dat je keihard rood staat. Ga terug naar dat moment. Niet er nu iets van vinden of er nu over denken wat je er nu van vindt of wat je er nu over voelt. Nee, teruggaan naar dat moment. Dat is echt cruciaal. Je voelt weer wat je op dat moment voelt. Dus je ziet ook niet jezelf in een filmpje in gedachten. Je kijkt door je eigen ogen, je bent weer in dat moment, je stapt in dat moment en je voelt wat je op dat moment voelde toen die stress zo door je lijf schoot.
En dan begin je met kloppen. Eigenlijk geef je het eerst een cijfer. Je geeft het eerst een cijfer. Doe dat snel, niet te veel over nadenken. Je zegt stress ter hoogte van een 9. En je begint met kloppen. Eerste punt. Ook al voel ik deze stress, toch accepteer ik mezelf volledig. Dat is de opstartzin. En die doe je altijd hier op het karatepunt. Dan gaan we naar het volgende punt. Deze stress. Dan haal je even diep adem. En dan ga je even na. Welk cijfer geef ik die stress nu? Heel vaak is het dan gezakt. Is het bijvoorbeeld een 8. Soms is het ook wat erger geworden. Omdat je doordat je EFT doet, omdat je meer naar je gevoel bent gegaan, het ook iets meer bent gaan voelen. Niet te veel over nadenken. Door EFT is vooral niet denken, maar voelen. Dat is een hele belangrijke in heel je leven, maar vooral bij EFT. En dan stel je weer vast hoe hoog de stress is en dan ga je weer kloppen. Deze stress. Haal even diep adem. Je checkt weer even. Wat voel ik? Voelen doe je met je lijf. Hè? Dus voel je buik, je borst. Waar zit de stress? Niet denken over de stress, maar voelen. Alleen maar voelen. Verder niet. En je geeft het weer een cijfer. Soms kan het heel snel naar beneden gaan. Je kan soms ineens op een 5 zitten. Bij sommige mensen gaat het heel snel. Soms gaat het langzamer. Dat is bij iedereen anders. En ga weer kloppen. Dit doe je tot het 0 is. Tot het helemaal weg is. Als je denkt, nu is het weg. Dan kun je dat checken, dan moet je dat checken. Door het moment, het stressmoment, even wat groter te maken. Bijvoorbeeld door dat moment in die bakker even wat erger te maken. Nog wat onaardiger. Of dat bedrag waarvan je rood staat of waarmee je rood staat wat groter te maken. En kijk dan eventjes of het terugkomt. Of die stress nog een heel klein beetje terugkomt. Soms dan zit er nog een flubbeltje. En dan moet je weer gaan kloppen. Tot het echt helemaal 0 is. Wat er soms kan gebeuren is dat de persoon met wie je te maken had in dat stressmoment bijvoorbeeld vervaagt. Dat je het beeld kan veranderen. Uiteindelijk, je hebt het tot 0 geklopt wanneer dezelfde situatie, dat je weer in diezelfde situatie bent, hetzelfde gebeurt, maar het boeit je niet meer. Je denkt echt, so what? Dan heb je het helemaal weggeklopt. Er zijn twee hele belangrijke valkuilen bij EFT. En ik heb dit al uitgelegd, maar ik leg het nog een keer uit, omdat het echt vaak misgaat. En dat is dat je echt in het moment stapt waar de stress aangegaan is. Dus niet gaat denken over en ook niet gaat behandelen hoe je je er nu over voelt. Dat heeft niet zoveel zin. Altijd teruggaan naar het moment dat de stress is ontstaan. Dat kan ook nu zijn, hè? Als je nu ineens in de stress schiet van iets en je hebt de helderheid van geest om meteen te gaan kloppen, dan ben je natuurlijk ook klaar. Maar dit is heel belangrijk en er is nog iets heel belangrijk. En dat is dat je terwijl je aan het kloppen bent, in dat ene moment blijft. Het gevaar is namelijk heel groot dat je gaat associëren. Dat je denkt, ja, toen, weet je wel, het is gisteren bij de bakker gebeurd. Maar vorige week heeft iemand ook iets onaardigs tegen me gezegd. Toen was ik natuurlijk ook al in de stress. Weet je wel? Ons hoofd is zo ongelooflijk bewegelijk. En ons ego wil ons zo ontzettend graag van de pijn weg
weghalen, dat we heel snel geneigd zijn om toch allerlei zeewegen in te gaan. EFT werkt wanneer je in het moment stapt en daar blijft. En natuurlijk kun je even afgeleid worden, maar ga weer terug. Dus je moet in dat moment, dus het is een heel kort filmpje wat je kiest van een paar seconden, waar de pijl van de stress in je hart is geschoten. En dat moment klop je helemaal tot nul. En dan werkt het. Anders niet. Nou, dit is het basisprotocol van EFT. Dat is zie het maar als een EHBO bij acute stress. En ik zou je aanraden om hiermee te gaan oefenen en met kleine dingen te beginnen. Dus als je een beetje verdrietig voelt of inderdaad iemand heeft iets onaardigs gezegd, dan ben je een beetje van overstuur. Ga die stress wegkloppen. Dan krijg je handigheid in het kloppen. Het is soms in het begin is het eventjes wennen om te kloppen en dingen te zeggen en te voelen op hetzelfde moment. Maar uiteindelijk, dat gaat heel snel, gaat het helemaal vanzelf. En dan ga je ook voelen dat het werkt, dat je het wegkrijgt. Als dat nou niet lukt, dan moet je mij eventjes een mailtje sturen. Want dan ga ik je daarbij helpen. Maar het is heel belangrijk om vertrouwen te krijgen in wat je aan het doen bent. Dat je denkt, hé, verdomd, het werkt. Het gaat naar beneden. En dan, als je merkt dat het werkt, dan kunnen we aan het grotere werk beginnen. Ik ben op dit moment een cursus aan het maken, een EFT-cursus aan het maken. En dan ga ik veel meer uitleggen, want dit is echt de basis van EFT, maar je kan er heel veel mee doen. En je kan er dus heel veel oude pijn mee aanpakken. Wij zijn allemaal getraumatiseerd. Iedereen, niemand komt ongeschonden uit de strijd. En al die grote en kleine traumaatjes, die kun je met EFT heel goed behandelen. Maar ook hier geldt, dat moet je heel precies en goed doen. En dan kun je ongelooflijk veel bereiken. Ik zeg er wel bij, als je echt weet van jezelf, ik heb grote trauma's of ik heb posttraumatisch stresssyndroom, ga dan eerst met iemand werken. Want dat is gewoon uit veiligheidsoverwegingen is dat beter. Maar anders kun je echt heel veel stress ook structureel kwijtraken met EFT. Waardoor je gewoon veel minder snel in de stress schiet. En dat is ontzettend fijn. Maar goed, als je denkt met wat je nu gezien hebt en als je denkt, nou, volgens mij is dit wel iets voor mij of ik ben benieuwd. Hou dan de nieuwsbrief in de gaten, hou mijn website in de gaten. Want binnenkort komt die online cursus erop te staan. En dan ga ik je dat ook laten weten. En dan hoop ik dat ik je verder kan helpen. En als er vragen zijn, mail me dan kom ik daarop terug. Oké? Oké, dankjewel. Dag.